Hallo, ik Legion en welkom bij een belangrijke medelingsvideo. Ik heb namelijk een nieuwe sponsor, namelijk OKS, oftewel Online Keystore. Ik ben weg bij King omdat er wat problemen waren uh, met keys wel eens. Um, dat het opeens een Russische versie was. En niet puur bij mij ook, maar gewoon bij de subs heb ik ook wel eens van mensen gehad dat er problemen waren. En dat het lang duurde en het liep gewoon niet zo lekker. Dat daar behouden. Daarnaast voor... Iets meer dan een jaar lang heb ik uh, reclame voor ze gemaakt, eigenlijk in mijn video's en in de beschrijving, et cetera, et cetera. En ik heb denk ik vijf games gekregen, dus dat is wel aardig veel reclame eigenlijk voor me een klein beetje terug. Zodat dus dat is ook, natuurlijk uh, heb ik vijf games gehad gekregen, dat is het ook niet, maar gewoon in verhouding is dat een beetje een rare verhouding. Um, en zodoende ben ik op zoek gegaan naar een andere keystore. Je had het ook al een beetje kunnen zien, aangezien de intro toen ik hem aan had gepast. Heb ik het logo al een stuk kleiner gemaakt? Omdat ik eigenlijk toen al op zoek was naar, naar, naar een andere store. Als leverancier met goede servers, et cetera. En toen kwam ik aan bij Online store. Ik heb er wel eens wat gekocht. Um, het werkt heel goed. Je krijgt net de mails. Overzichtelijk. Um, je krijgt de keys goed op tijd of echt op release. En bij Kingwing was het nog wel eens dat het uh, later kwam of dat er gekloond was of wat dan ook. En, uh, en hier is het gewoon goed. Ik heb goed contact met, uh, met de eigenaar van de zaak. En hij is ook echt gewoon een gamer. Het uh, team wat er werkt is dus volgens mij vijf mensen. Het zijn allemaal gamers. En, en ja, ze doen het ook voor hun plezier erbij om mensen te helpen. En uh, het is wel een andere instelling dan Kingwing. En dat is het fijne aan deze store. Er zit een goede service achter. Scherpe prijzen, hele scherpe prijzen. En uh, en het is gewoon wat simpeler, want Kingwing was het wel, dat ik van mensen kreeg: van uh, ja, hoe moet ik nou bestellen? Wie moet ik kiezen? Omdat je meerdere winkels onder elkaar staan. Hier is het gewoon simpel: wil je een game hebben? Je klikt het gewoon aan, bijvoorbeeld Castlevania, wat je ziet staan: 28,95 klik, Klik, klikt op je winkelmandje en done. Je hebt hem. Heel simpel, heel effectief en, uh, en een goede service, zoals ik zei. Je kunt met heel veel dingen betalen, want ik weet dat mensen dat ik vaak willen weten. PayPal, Skrill, PaySafeCard, UCAS, Visa, Mastercard, Ideal, dus dat is voor alle Nederlandse uh, mensen eigenlijk met een, uh, met een internet bank account, om het zo maar te noemen. Of je papa en mama kunnen dat. Ik weet dat er ook heel veel jongeren uh, zijn die het zelf niet mogen beheren, wat ook logisch is trouwens. En um, WebMoney. Maar ik denk dat de meesten wel PayPal of PaySafeCard kunnen volgens mij ook vaak kopen bij een tankstation of zo enzovoort en uh, ideal. Dat zijn voor ons de meest gebruikelijke. Um, dus dat zit ook allemaal wel goed voor elkaar. En ik heb nog een hele mooie deal namelijk om ah, ja als, als welkom um, is er een bepaalde couponcode. Dat is Black Dragon FTW oftewel Black Dragon for the win. En die geeft je 5% extra korting als je Titan bestelt. Dus koop je nu Titanfall voor 34 euro of 33,95 euro. Dan krijg je nog eens 1,70 euro extra korting op. En dan betaal je 32,75 euro voor Titanfall. Dat is een hele scherpe deal, een hele goede deal. En je krijgt hem gewoon op release of net iets voor release. Uh, krijg je de key binnen op je mail? Kun je hem preloaden uh, of downloaden? En dan uh, vol aan de bak met Titanfall. Dus als je belang hebt, links staat in de beschrijving. Gelijk naar de Titanfall uh, Store page en gewoon eentje naar de homepage van Online Kiest door die je nu ziet. En uh, ik zal de kortingscode ook even in de beschrijving zetten, zodat het uh, makkelijk copy-paste werk is. Je moet dan wel een account aangemaakt hebben en dan naar de winkelwagen gaan. Als je nog niet ingelogd bent en je bent in de winkelwagen werkt de code niet, dus je moet dan wel een account aangemaakt hebben. Het is voor ons ook een beetje om te kijken hoeveel mensen dat werken op de link kijken en natuurlijk. En hoe meer mensen kijken, hoe meer gratis games je krijgt. En hoe meer ik voor jullie uh, games kan recorden. Zoals Dying Light bijvoorbeeld. Waar ik uh, ook heel erg naar uitkijk. South Park, maar die komt er zeer binnenkort al aan. Daar heb ik ook super veel zin in. En uh, Thief, die begint ook vandaag. En daar heb ik ook een aardig wat pars van opgenomen. Dus dat, uh, dat komt allemaal wel goed. En ik ben er super blij mee, natuurlijk, omdat ik nou een uh, ja, beter contact heb ook met, uh, gewoon met de store. Ik hoop dat jullie het heel erg mooi vinden en blij zijn voor mij. Uh, het enige wat er voor jullie verandert is dat er na de intro die ik zelf heb natuurlijk, die jullie wel kennen uh, nog een intro heb van OKS. En samen duurt het volgens mij 12 of 13 seconden de intro in totaal. Nou, sommige mensen hebben al een intro van 15 seconden, alleen voor zichzelf. Dus uh, dat zal het probleem niet zijn. En overal staat gewoon in plaats van de Kingwing-link: staat, uh, staat de OKS-link uh, in de beschrijving. En het maakt ook niet uit of je um, gewoon zelf naar onlinekeystore.com gaat, dat maakt niet uit. Je hoeft niet meer op de beschrijving link te klikken, zoals bij Kingwing moest omdat dan dan gelinkt was aan mijn YouTube-account. Bla, bla bla. Dat hoeft niet. Dus gewoon als je wilt kopen, koop gewoon onlinekeystore. Simpel. En uh, ze zien zelf wel dat het van mij afkomt of niet. Ik ben de enige die ze sponsoren met echt een commentary-kanaal, kan dat uh, met let's plays. Daarna sponsor PCG Media. En PCG Media is een uh, review site, voornamelijk. Die reviews geeft over games. En dat is ook een team van gamers uh, wat zelf reviews allemaal uploadt. En ook video's daarvan, dus ook video reviews Van alle nieuwste games. En wij zijn eens de twee gesponsord door de store. Daarnaast is Online Keystore een leuk feitje: ook nog de allereerste Keystore die er daadwerkelijk was. Op internet. Uh, die dus keys verkocht voor, uh, voor games van voor Steam. En, en origin was dat toen in die tijd nog niet. Maar uh, dat is nog wel een leuk feitje. Dus we hebben al, uh, uit mijn hoofd, 6 jaar ervaring met, uh, met keys. Dus dat is ook uh, zeker wel een goed achterliggend iets. Ik hoop dat jullie het nog, uh, ja, interessant vinden. Blij zijn. En, uh, en veel kopen natuurlijk. En uh, zo je voordeel opdoen. En uh, de goede. Leuke games binnenhalen met een goede service. En dat was het als een beetje. Dus laat even in de comments weten wat je ervan vindt. Of je er wat vaker wat hebt besteld. Of als je van plan bent om wat te gaan bestellen. En, uh, en of je Titanfall gaat kopen of niet. Want dat wordt echt een, uh, een geweldige game. En uh, ik zie je wel weer in een, uh, in een commentary. Later. Dus.